Vandaag zijn we op ons akkerbouwbedrijf in Oud-Beierland. Ik ben adviseur in de akkerbouw bij Vernieperen en tevens mede-vennoot in de maatschap met mijn vader, oom en neef. De laatste drie zomers zijn erg heet geweest en is het gewoon heel lastig om middelen goed opgenomen te laten worden. Daardoor zien we dat we steeds vaker adjuvants of hulpstoffen nodig hebben die zorgen dat je bespuitingen zo goed mogelijk kan uitvoeren, waardoor je eigenlijk een hele goede effectiviteit hebt van je bespuiting. Adjuvants worden eigenlijk al meer dan 15 jaar gebruikt in de akkerbouw en ze zullen ook nog steeds belangrijker worden omdat ons middelenpakket gewoon krimpt en de middelen die we hebben, die moeten we optimaal benutten, want anders dan hebben we ook weer kans op resistenties. Wij leren veel van onze akkerbouwcollega's die in het veld lopen. In de tuinbouw zien we meer en meer dat we daar ook mee te maken gaan krijgen met het moment van bespuiting en het moment van toepassen. Want ook daar zien we dat sommige invloeden je middel toch slecht laten werken. En dat hulpstoffen echt een grote toegevoegde waarde zijn voor de bestrijding van je plaag in je gewas. We zijn steeds meer gaan werken met uitvloeiers, bijvoorbeeld in roos voor meeldauwbestrijding. We zijn steeds meer gaan werken met hechters op het moment. Vooral ook waterconditioners, omdat de hardheid van je water heel belangrijk is. Ook om je middel beter te laten werken. En zo komen we tot het beste resultaat. Ik denk dat er in de tuinbouw ook nog wel een wereld te winnen is om op de juiste plekken de juiste hulpstoffen in te zetten. Ja, daar kunnen die adjuvants een hele grote rol spelen.